Welkom in het prachtige stadion Galgenwaard, waar we het nieuwe seizoen van Penalty Monies opnemen. En dit seizoen is het nog leuker, want ik geef elke week een nieuw voetbalshirt van FC Utrecht weg. Met wellicht jouw naam en rugnummer achterop. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is deze video te liken, abonneer op dit YouTube-kanaal en laat in de reacties achter waarom jij dit shirt zou willen winnen. En dan is het nu tijd voor de kandidaat van deze week. Vandaag de gast, Joris. Op social media ook wel bekend als Akkamist. Deze adembenemende balvirtuoos weet wel om te gaan met een voetbal. Voor de nieuwe kijkers, van harte welkom. De spelregels van Penalty Money zijn simpel. Elke gast neemt 10 penalties en wordt er gescoord gaat er 50 euro in de pot. Maar wordt er gemist gaat er 50 euro uit de pot. Na 10 penalties krijgt de gast de keuze om penalty 11 te nemen. De dubbel of niets. Dit seizoen wordt het de deelnemer iets lastiger gemaakt. Hij moet 4 handicaps uitspelen binnen de eerste 10 penalties. Zelf speel ik dit seizoen voor een goed doel. Elke bal die ik zelf tegenhoud of score levert 50 euro op. Vandaag neemt hij het op tegen de beste YouTube-keeper aller tijden. Akkamist! Goedendag. Oude Joris, oude Dibbes, van harte welkom bij Penalty Monies. Laten we maar gelijk van start gaan. Hoeveel penalties ga jij scoren van de potentiële 11? 11 penalties? Ja. Kijk, ik wil zeggen 10, ja. Maar als ik dan weer alles mis, dan is het weer jammer. Dus ik zeg 8. Nee, 10. Ik ben... Ja? Nee, 8. Ik ben 8. Dus ik zou zeggen, laten we van start gaan met de allereerste penalty. Voordat we dat gaan doen, eerst nog een vraag. Wat ga je doen met het geld? Ik wil het doneren aan een goed doel. Alleen ik weet niet welk goed doel. Dus jij mag een goed doel uitkiezen en dan mag jij het zelf doneren. Nou ja, ik ga zelf spelen voor het goede doel voor Alzheimer Nederland. Dan doen we daar gelijk. Nou, dat is sowieso een win voor Alzheimer Nederland. Dan rest mij alleen nog maar één ding te zeggen en dat is... Ben je ready voor penalty numero uno? Ik ben ready. Penalty nummer 1. Joris Akkamist. Ben je ready voor een... Ja, wat eigenlijk? Ja? Ja. En als ik zeg dat het eerste schot is van de dag en voor hem de eerste redding, is het ook echt het eerste schot van de dag en de eerste redding. Jongen. Ja? Wat een water. 100 euro, voelt lekker hè? Ja, voelt zeker lekker. Maar, ja? Ik moet nu zelf eens doen, dus dit is denk ik tijd voor nummer 1. Ga je gang? Zit ze in die envelop? Tien keer draaien. Oké. Penalty nummer 3. Ja? Joris Akkamist. De eerste challenge. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 en schiet maar. What the fuck? Ik ben nog een gast. Wow. Het is wel lekker, dit scheelt me weer 50 euro. Wow. Die hebben we net gehad. Ik weet niet of ik heb gescoord of geraakt. Mogen. Blote voeten. Ik heb ook echt de lelijkste voeten van heel YouTube, gast. Ik zweer het. Heb je die van mij al gezien dan? Nou, oké. Oh man. Ja? Oh, door het midden. Oh, wat is dit lelijk. Wat is dit lelijk. Hij was ook echt zo slecht geschoten. Dat zie ik maar wel. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Hé, hey, maar je bent ook weer terug op 100 euro, netjes hoor. Penalty nummer 5 en we gaan naar 150 euro als je deze scoort. 150. Oeh, ik vind het nu niet meer leuk eigenlijk als je deze scoort. Ja, dan wordt het gewoon te veel geld. Oké, gaan we beginnen? Ja, penalty nummer 5. Hier dit. Yes! Wist je het? Gadverdamme! Ik wist dat hij... Wat lelijk dit. Nee, wacht. Hij wist het, maar toch. Ja, maar dat is zo stom. Dan ga ik op het laatste moment wijzigen en dan...
Oké, hoeveel penalties moet ik nog? Je moet nog 6, 7, 8, 9, 10, nog 5. En je hebt nog 2 challenges. Oké, dan ga ik nu gelijk eentje voor de bijzonder challenge van. Hij gaat nu voor 200 euro. Penalty nummer 6. Oké, ja? Ja hoor, komt maar. Gaat hij af. Pakt hem wel hoor, hoppakee, klats! Met die gekke Rabona en hij pakt hem. Klats, klats! Ik ben nu terug naar 100 euro, waarom, Joris. Waarom doe ik dit ook? Is het weer zo overdreven? Penalty nummer 7. Terug bij af. Yes, kom maar. Hij ging gewoon net zijn net. Ja! Hij ging gewoon net het zijn gewoon. Nee! Je bent weer terug naar 50, Pien. Wat een redding. Penalty nummer 8. En inmiddels staat Joris dus op 50 euro. Hij kan dus theoretisch nog 150 euro erbij spelen. 400 euro vandaag verliezen. Het goede doel wint in dit programma. Dat vind ik wel het allerlekkerste. Oh, welke kaart heb je? Uno! Dat betekent dat jij op het doel mag. Oh, ik ben goed te keepen. Deze ga ik echt houden. Deze wil ik echt graag houden. Ja, ja, ja. Oké. Deze wil ik echt graag houden. Wil je handschoen aan? Ja. Op je lijn. Ben je er klaar voor? Wacht even. Wil je zien duiken, hè? Ik wil je zien duiken. Maar weet je wat het is? Kijk, nou? Ik heb één hoek waarin ik wel kan duiken. Anders kan ik echt niet duiken. Ja, ik zou maar zeggen, gewoon, dat is gewoon duik in die hoek. Oké. Ja? Ja. Komt-ie. Nee! 50 euro erbij. Yes! Oh, ik denk, hij gaat volle bak duiken naar een hoek, zodat ik een mooie Dat was in eerste instantie ook mijn bedoeling. Maar kijk, omdat ik nog iets kleiner ben, was dit was mijn gedachte. De sprong en dank. Penalty nummer 9 voor Joris. Hij heeft nog één challenge in de bak zitten. Ik ben echt blij dat ik die heb gehouden. En 100 euro in de pot. Nog één challenge en nog? Twee. Twee penalties. 9 en 10. Oh, dus nu is het even nadenken. Doe ik de laatste? Oké, wat is tactisch? Volgens mij maakt het echt niet uit. We pakken hem gewoon. Ik zag het al liggen, blinddoek. Oké. Oké. Ja? Ja. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ben jij er klaar voor? Oh man, ik vind het echt niet leuk. Oké. Ja? Ja. Hij is goed zo. Oké, ja? Penalty nummer 9. 100 euro in de pot. Gaat hij naar 150 of naar 50 euro? Oké, ja? Leren. Hit it. Oh man, meen je dit? Meen je dit? Oh, dit is zuur, hè? Ik dacht dat ik er goed voor stond. Oh, dit is zo zonde. Het voordeel is wel, Joris, je hebt nu alle challenges gehad. Je staat weliswaar op 50 euro. Tiende penalty, kan naar 100 euro en daar kan je er nog 200 euro van maken als je wil. Dat is waar. Dus deze moet ik eigenlijk wel scoren, anders is het gewoon echt zielig. In dit seizoen die het nog slechter hebben gedaan. Echt? Dus, ja. Komt ernaar. Ja? Ja hoor. Niet goed, gewoon normaal. Volgens mij hoef ik jou niet te vragen wie de elfde nog gaat nemen, hè? Ik ga die zeker nemen, gast. Dat is zeker nemen. Wat is dan weer voor vraag? 100 euro, ik kan er 200 van maken. Ja. 200 euro. Jongen, hey. Jij respect, man. Dankjewel dat je hebt meegenomen. En mooie 200 euro in de pot voor Alzheimer Nederland. Dat heb je toch lekker gedaan.
Mensen, wil je nou meer van Joris zien? Check dan de link in de bio van zijn YouTube en zijn Instagram. En je maakt nog steeds kans op een eigen gepersonaliseerd custom FC Utrecht wedstrijd shirt met je naam en rugnummer achterop. Het enige wat je daarvan moet doen, dat weet je. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe Penalty Money. Tot later. Later.